van harte welkom op het Haags Sportgala 2013. Annika van Emden, sportvrouw Den Haag 2013. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik ben heel erg blij mee. Wat betekent deze prijs voor je? Het is een bevestiging dat ik weer op de goede weg in ben geslagen in 2013. Ik heb gewoon een heel goed jaar gehad vorig jaar. En dit is een mooie eer. Wat waren voor jou de sportieve hoogtepunten van 2013? Mijn twee Grand Slam finales en natuurlijk mijn bronzen WK-medaille. Dat is wel echt heel erg mooi. Ja. Nou kent heel Nederland jou natuurlijk van het drama met de Olympische Spelen 2012. 2016, dat moet jouw hoogtepunt gaan worden. Ja, ik hoop dat de mensen mij dan zullen kennen als Olympisch kampioen. Kasper, jij ook ontzettend gefeliciteerd. Wat betekent deze prijs voor je? Ja, voor mij is hetzelfde. Voor Annika een grote erkenning op het sportief goed draaiend jaar. En ik ben gewoon heel erg blij om hier in Den Haag deze prijs te kunnen ontvangen. Ja. Had je verwacht dat je hem zou winnen? Nee, verwachten doe je eigenlijk niet, maar ik had er wel stiekem wel echt wel op gehoopt. Ja. Ben je dan de hele dag zenuwachtig of voel je je anders? Nee, ik was totaal niet zenuwachtig. Ik kwam vandaag uit Gran Canaria. Ik kwam helemaal terug, dus ik kwam echt anderhalf uur voordat het gala hier begon, kwam ik in Nederland. Was ik hier, dus de spanning was er niet echt. Maar ja, het is toch altijd wel leuk op het moment, supreme, dat je dan die prijs ook daadwerkelijk wint. Wat was voor jou het absolute hoogtepunt van 2013? Ja, toch wel echt het WK. Het WK wat we in die nieuwe discipline waar ik actief in ben, dat ik die won tussen al de grote namen waar ik eigenlijk vroeger altijd tegenop kijk. En daar nu tussen hoor. Dus ja,